Aan het kruispunt Den Doorn in Nienhoven is dinsdagavond om 17:30 een verkeersongeval gebeurd. En dat tussen een fietser en een wagen. Het MUG-team OLV Aalst kwam de fietser de eerste zorgen toedienen en werd daarna weggebracht naar het OLV ziekenhuis van Aalst. Er wordt nog onderzocht wat de precieze oorzaak is van het ongeval. De brandweer en politie van Nienhoven kwamen hulp bieden op het drukbereden kruispunt Den Doorn. Zaterdag 21 november vanaf 14 uur Benefiet Hartje voor Schout. Met optredens van Nicky Jones, Luke Jones, Fred Ted en de Swinging Table Boys en andere artiesten. En ook een optreden van Christophe. Benefietactie gaat door Dreefstraat 3133, ingang basisschool De Chameleon in Nienhoven. Don't forget, zaterdag 21 november vanaf 14 uur. Benefiet, hartje voor Schout. Is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.